Nou, zoals 14 jaar geleden bij jullie is aangekondigd, is vandaag de eerste Open Roermondse Barista Kampioenschappen. En daar zijn we vandaag volop mee bezig. En we hopen dat er een goede winnaar uit de bus komt. Ik zie jullie allebei hier heel veel dingen opschrijven over een kopje koffie. Maar waar letten jullie nou precies op? Ik let wel op de presentatie, hoe het eruit ziet, hoe het aan tafel gebracht is. En ook gaat het over de smaak van de koffie, maar ik beoordeel meestal over de presentatie van de kopje koffie. De cappuccino in dit geval. Oké, en waar let u precies op? Nou, ik probeer de smaak te controleren of het allemaal volgens de juiste procedures gebeurd is. En met name kijken we bij een cappuccino naar de samenstelling en de temperatuur van het melkschuim. Wij zijn als jury tot het volgende oordeel gekomen dat Annemarie heeft gewonnen vandaag. Ik sta hiernaast de winnares van de koffiezetwedstrijden. Maar wat maakt jouw koffie nou beter dan die van de rest, denk je? Ik denk de manier op hoe ik hem heb gemaakt. En je moet ook kijken hoe ver dat je hem aandrukt en hoe lang dat je hem door laat lopen. En die was dus blijkbaar beter als die van de anderen. Wat heb je precies allemaal gewonnen? Dit is een barista set. Ik zal hem even laten zien. Ik weet niet allemaal wat er precies in zit. Een tampel zie ik al. En ik denk soorten koffie. En een dinerbon. Ja. En nog een bordje. Wat ik mooi aan de muur kan hangen. Het was uiteraard heel erg gezellig. En de kandidaten die hier waren, daar hebben we ook een hele leuke middag mee gehad. Helaas waren het er niet zoveel. We hebben er een paar versterk laten gaan. Dat vinden we ook heel jammer. Maar dit heeft wel perspectief geboden voor komende jaren. Ja, ik hoop dat er een mooie competitie binnen Roermond gaat ontstaan hierdoor.